Vanmiddag voor het programma Trendstaal zijn we te gast bij de Formidoor in Wezep. Daar laten ze ons zien wat de laatste trends zijn op het gebied van wonen en badkamers en alles nog meer. En als het goed is, staat hier Elise. Hi Elise, hi. Hi. Jij gaat ons vertellen wat er allemaal op de laatste trends zijn op het gebied van wonen. Je staat net toevallig bij de verf. Ja, wat, klopt. Wat kun je ons laten zien? We hebben bepaalde trends rondom verf, raamdecoratie, behang. En dat is een beetje voor wat betreft de decoratie. Ja, dus genoeg, genoeg te laten zien. Ja. Als we beginnen met de muren, wat zou je me daar aanraden? Nou ja, de basis is eigenlijk een latex. Er wordt heel veel verkocht. In de keuken heb je bijvoorbeeld een muurverf die je heel goed kan reinigen. Zeg maar. Oh, dat is heel belangrijk. Dat is zeker belangrijk, ja. Het is wel makkelijk dat als je een keer knoeit met koken, dat je je muur ook weer schoon kan maken. Ik heb een vrij kleine keuken die ik toch wat groter wil laten lijken. Dat kan met kleuren, hè? Dat kun je toch een beetje... Ja, als je lichte kleuren gebruikt, dan lijkt de ruimte groter dan wanneer je donkere kleuren gebruikt. Ja. Wat dan wel slim is als je met lichte kleuren gebruikt, dat je het op waterbasis doet. Gebruik je namelijk terpentine gedragen verf. Ja. Dan als het weinig daglicht krijgt, dus als je niet zoveel daglicht hebt in je huis. Nou ja, deuren staan vaak niet heel erg in het daglicht. Dan gaat het na een tijdje vergelen. Maar dat is heel lelijk. Ja, dat is niet zo mooi. Nee. En met watergedragen verf heb je het niet. Dus de deuren blijft ook altijd eigenlijk door de jaren heen toch een beetje hetzelfde. Maar de kozijnen? Ja, de kozijnen die proberen mensen vaak wel een beetje op te leuken met een kleurtje die ze dan bijvoorbeeld ook weer op de muur gebruiken. Om het dan toch een beetje dichter bij elkaar te brengen. Ja, wat is nu echt de echte trend? Dat jullie denken van nou, dat merk je dat het veel verkocht wordt qua kozijnen? Tegenwoordig gebruiken mensen heel vaak taupekleuren en grijs tinten. Me even een beetje tussen een soort van regenboog in als ik hier zeg maar al die kleuren. Hier kunnen de mensen dus kijken wat voor kleuren ze willen en dat mengen jullie. Ja, als de kleur die ze zoeken niet in het vak staat, zeg maar, dan kun je hier kijken. En dan hebben we dus allerlei kleurstaaltjes die we gewoon in bijna elke gewenste verf op kleur kunnen mengen. Ja. En dat verschilt heel erg wat mensen dan kiezen. Ja, stel dat ik een rode muur wil hebben. Dan kan ik hem hier ongeveer ergens... Ja, dan zou je hem hier uit kunnen kiezen, zeg maar. We hebben hier allerlei staaltjes. Ja. Bijvoorbeeld deze hier staan een paar rode tinten op. En dan kun je dus van licht naar donker gaat het dan. Ik heb dus mijn kozijnen die worden geverfd. Even liefhebbers voor zoeken. Maar, ja. Ik heb de muren. Maar je had het net ook iets over muurverf. En dan ben ik het verhaal al vergeten. Maar dat kun je ongetwijfeld... Met matverf of zoiets had je het over? Ja, je hebt ook muurverf is zeg maar standaard mat. Ja. Maar nou zijn er ook tegenwoordig heel veel mensen die willen hun muur extra mat hebben. En wat ook vrij nieuw is kalkmat. Dat is nog weer een ander soort. Wat voor effect geeft dat? Ja, het maakt de kleur wat doffer, zeg maar. Het is wat meer, hoe moet je dat zeggen, vintage. Ja, dat is helemaal in, hè, vintage. Ja, het is helemaal in. Nou, de benedenverdieping heb ik klaar. Dan komen de slaapkamers aan de beurt. Dat vind ik het behangetje toch wel leuk. Wat van behang zou jij... Wat is de trend op het moment van behang? Ja, wat op het moment heel erg hip is, zijn zeg maar sloophoutmotief. Dat is zoals deze hier. Zeg maar. Sloophoutmotief? Ja, dit is zeg maar gewoon behang. Alleen nou lijkt het alsof je muur... met gewoon hout bedekt heb. En dan in allerlei leuke kleurtjes. Zo denk ik van moi. Maar jullie hebben erboven. En dan is het inderdaad, landelijk staat erboven, landelijk. Maar dan is het ook echt... Dus dit is echt een trend. Ja, dit is momenteel wel heel erg hip. Ik vind, dat geeft mij een beetje het gevoel alsof ik op het strand ben, zeg maar. Heerlijk. Ja, lekker strand. Als je een leuk beetje strandthema in huis hebt, dan bijvoorbeeld, dan kan het wel heel goed. En heb je nog meer iets met, ik hoorde net iets over boeken? Ja, dan ga je meer de klassieke kant op. Ja, dit is ook momenteel wel heel erg hip. En dat je met behangen wat klassieker is. Ik zie een hele boekenkast. Maar dat is dus echt, dat is gewoon, als ik dat op de muur doe, dan heb ik gewoon zo'n boekenkast. Dan is het net alsof je muur één grote boekenkast is, dat klopt. Wel, is wel heel grappig. Heel geleerd over, hè, als je dat in je kamer hebt. Ja.
Nee, dat is wel heel gaaf. Of die daar met die koffertjes, is ook wel heel erg leuk. En die met die postzegels en die brieven. Ja. Dat is ook wel een leuk effect. Nou, die hebben we ook ingericht. Volgende, wat kunnen we nog meer doen? Je had het over behangboeken net, met mooie foto's. Nou ja, als je je behang hier niet bij kan vinden, zeg maar, dan hebben we ook nog behangboeken. En wat dan wel een hele leuke is, is fotobehang. Ik weet niet of je een plaats hebt waar je ooit graag nog een keer naartoe wil. Oh, genoeg. Ja, nou, er staan er een hele hoop in en die kun je dan op je muur plakken. Dit zijn dus de behangboeken. En dan kunnen mensen dus hier uit kiezen dat het een hele grote foto eigenlijk als behang... Ja, het is 3,66 meter breed en 2,54 hoog. Dus nou, het vult eigenlijk je hele muur. Ja. En het is wel heel gaaf, want iedereen heeft wel een plaats waar hij graag naartoe wil. En die kun je dan op je muur plakken. Dan kun je lekker blijven dromen. Kijk, zoals New York. Ja. Wie wil het niet? Nou, Italië bijvoorbeeld, Frankrijk. Nou, dat is echt van alles. En niet alleen steden hoor, ook als je wat verder in het boek gaat kijken, dan heb je ook wat natuurprinten. Oh, prachtig. Kijk. Ja. Dat is wat rustiger. Nou, hier heb je bloemen. Ach, het is toch volop lente, zomer. Ja. Ja. Wat je ook nog kan doen is gewoon een eigen foto. Jij zei zelf van, ik wil graag nog een keer naar Italië. Ja. Nou, als je nou nog eens een keer een mooie foto hebt van Italië, dan kunnen ze die ook nog voor je zo maken dat je die ook op je muur kan plakken. Dus dat is wel heel gaaf. Dus alles is mogelijk. Alles is mogelijk, ja. Ideaal, ja. Ja, nu staan we bij de raamdecoratie. Oh, ik neem aan dat er ook weer allerlei nieuwe trends in zijn. Ja, dat klopt. Nu vooral veel verkocht wordt zijn horizontale jaloezieën. Dat zijn... Dat zijn deze, zeg maar. Dit is een 50 mm jaloezie, dus is vrij breed. Ja. Je kan ze zelfs nog breder krijgen in 70 mm. Maar dat zie je dan nog weer niet zo heel veel, want daar moet je ook ruimte voor hebben in je kozijn. Ja, wat ook steeds meer naar voren komt, zijn dus deze plissé-gordijnen. Dan heb je allerlei soorten en maten. En wat dan weer leuk is aan deze, is dit is een vrij hangende plissé. Dus met deze kun je een beetje spelen met je privacy. En kun je hem precies zo neerhangen dat je zelf wel naar buiten kan kijken, maar een ander kan niet bij jou naar binnen gluren. Dus dat doe je dan gewoon zo. Dan heb je allerlei... Je kan hem zeg maar van zo bedienen. Ja. En dan heb je hem dus van onder... Ik ga even een beetje rustig hebben. Dus ook. Oh ja, ja. Nee, ja zeg. Zo kan je zelf zeg maar wel naar buiten kijken, maar een ander kan niet bij jou naar binnen gluren. Dus dat... Nou, het huis is bijna klaar. De badkamer. Ja, dan moet je echt bij mijn collega wezen. Die heeft er iets meer verstand van dan ik. En wie is dat? Dat is Hendrik Jan. Overval. Overval, hallo. Hi. Elise, jouw taak zit erop. Ja. Ja, ik bedank je heel erg voor je uitgebreide uitleg over de laatste trends. En nou gaan we met u over de badkamers hebben. Ja, dan moet je bij hem zijn. Ja, hey, hartstikke bedankt. Goed. Ja. Hi. Hi, Nia. Ja, Hendrik Jan. Ja. Ja. Jij laat ons zien wat er op de trend is op het gebied van badkamers. Ja. Zullen we daar naartoe lopen? Is wel makkelijk, hè? Badkamer. Deze kant op. We staan hier, badkamers kan ik nog niet echt zeggen. Hè? Nee, badonderdelen. Badonderdelen, nou ja, vooral bij de douchecabines. Douchecabines. Douchecabines is tegenwoordig toch echt een hot item. Wat veel verkocht wordt. Waarin wij ook verschillende soorten hebben. Ja. Voor de kleine portemonnee, voor de grote portemonnee, om maar zo te zeggen. Specials en gewoon standaard. Ja, laat eens zien wat eerst voor de kleine portemonnee. Even voor de kleine portemonnee. Nou, dan hebben we hier een hele mooie douchewand. Eigenlijk heel simpel. Standaard maatje, 90 breed bij 2,10 meter hoog. Ja. Een 6 mm glas. Ook heel simpel te monteren. Door een muurstripje op de wand te plaatsen. Daarin zet je eigenlijk glas en dan klemt je hem gelijk. Dat zou zelfs ik kunnen. Dat zou zelfs u kunnen. Daarnaast hebben we nog wat duurdere douchecabines. Weer met een lekdorpeltje. Met deur. Ja. Wat gewoon heel makkelijk gaat. Je vroeg net wat de trend was. Ja. Wat zijn tegenwoordig trends? Zijn vooral schuifdeuren. Die nemen minder ruimte in. Dus zoals je kunt zien, de deur gaat niet meer naar je toe op of van je af. Dus in de badkamer kan je wasmand er gewoon naast blijven staan. Ja, ideaal. Want als je de deur los doet, open doet, moet heb ik zeggen. Heb je altijd weer last van die stoel? Ja, dan komt iemand aanlopen, die loopt het was erin. Juist. Dat moeten we niet hebben. Nee. Mooiste is ook, door deze ruimte, lengte van 1,20 meter, kun je samen douchen. Is geen uitnodiging, hè? Mag ik proberen? Ja, natuurlijk doe ik dat. Hallo, ja.
Alleen jammer dat we hier, ja. geen douche ja, hebben. Ja, en cameraman erbij. Ja, nee, ja, dus, kan, nee, maar je hebt de ruimte. Zeg ja, maar. Inderdaad. Het is mooie, echt... 21. Ja. Mooiste ook door die overbrugging die het heeft. Als je 5 kinderen hebt, oké, met z'n allen allemaal achter elkaar. Even rondjes lopen en je bent klaar. Ideaal. Ja, we staan hier bij de drie... Kwart. Kwart ronde douchecabine. Die heeft ook, is eigenlijk ook weer een nieuwe trend. Mooi gebogen glas. Ja. Waardoor hij een mooie instap wel heeft, maar ook weer minder ruimte inneemt eigenlijk. Kort schoonmaken. Oh. Is ideaal. Je hebt hier een mooie rail. Kun je onderdoor komen. En één klik, het zit er weer in. En klaar. Ja. Ja, we stonden dus net bij de douchecabines. Ja. Maar we stonden een beetje droog, vond ik. Ja, we stonden wel droog. Ja, maar daar heb je hier weer een oplossing voor. Daar hebben we ook een oplossing voor natuurlijk. Dit zijn de specials. Regendouches. Lantaarnpaals. Lantaarnpaals, dat is een mooie benaming erbij. Maar dat klopt. Eigenlijk ook weer kun je gebruik maken bij elke ketel. Maakt niet uit, want dat is wel vaak een vraag die mensen stellen. Van ja, moet dan weer een speciale ketel of een speciale gijzer? Nee, is niet nodig. Eigenlijk voor elk huishouden kun je dit inzetten. Ik heb gewoon een standaard douche. Ja. En dan zou ik eigenlijk ook zo'n groot... Zo'n groot geval, ja. Waar je lekker regen doucht, waar je ook heerlijk lekker brede straal over jezelf heen krijgt. We zijn bijna aan het eind gekomen. Bijna. Ja, sorry hoor, maar jij hebt daar een apparaat staan. Ja. En ik lust nog wel een bakkie. Zullen we daar even koffie drinken? Gaan we doen.